Het breedbandinternetverkeer is vandaag genormaliseerd. Als gevolg van een zeekabelstoring te Martinique was de internetdienstverlening sinds zondag 31 juli niet optimaal. De storing, die buiten de directe invloedssfeer van Telesur lag, is opgeheven. Telesur is zich bewust van het ongerief dat hierdoor veroorzaakt was en spreekt zijn dank uit aan de gemeenschap voor het getoonde geduld en begrip.